Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we wat wolkenvelden boven Nederland en ook boven de Noordzee. En die komen heel langzaam allemaal over Nederland trekken. Dat betekent dat we vanochtend plaatselijk mist hebben, temperaturen rond het vriespunt, maar ook wolkenvelden. Uit die bewolking valt nog geen neerslag, maar dat kan later vandaag wel gebeuren, met name aan het einde van de middag in het noorden. Temperatuur uiteindelijk vanmiddag in het oosten en zuidoosten plus 1 graad, aan zee 3 à 4 graden, er staat weinig wind. Vanavond dus wat op, uh, op meer plaatsen gespetter, is meestal lichte regen, maar het zou ook een vlokje natte sneeuw bij kunnen zitten. En het kan daardoor ook verraderlijk glad worden, want de wegen komen uiteraard weer onder het uit. Morgenochtend dus eerst even opletten of het glad is, maar daarna hebben we weer een prima rustige winterdag te pakken. Een mix van wolken en zon, een temperatuur van 2 tot 5 graden. En kijken we naar de rest van de week, nou dan ziet het eigenlijk ook heel aangenaam uit. Smiddagstemperatuur is steeds ruim boven het vriespunt. In de nachten blijft het wel koud, min 2 tot soms min 7 graden. Dus we kunnen spreken van rustig winterweer met smiddags een paar graden dooi. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl